20 jaar druppel. Dus vandaag wil ik jullie een beetje wat vertellen over wat feitjes die jullie misschien niet weten. Uit de afgelopen 20 jaar. Dus laten we gaan kijken. Druppel begon ooit als een bulletin board system. In de dorm van Dries zelf, waarbij hij samen met zijn neef dat heeft gedaan. En op die manier heeft hij het heel lang zelf gebruikt, voordat hij de code echt ging releasen. Dat deed hij op dorp.org. En dorp.org, zo ging het verhaal van Dries zelf, en ik geloof het niet helemaal, heeft hij geregistreerd omdat hij... Sorry, ik zeg drop.org. Hij wou dorp.org registreren, maar maakte een typo en het werd drop.org. Ik zelf geloof het verhaal niet, maar het verhaal is mooi omdat het... Ja, geschiedenis is dat wat geschreven is door de overwinnaars. Dus drop.org is een mooie versie. Het had dus dorp.org moeten zijn. Ik heb daarna, toen de code daar gereleased werd, was het een soort Kiroshin, als mensen dat nog kennen, of een slashdot site, dus waar nieuws gedeeld werd over semantische web. Ik heb toen op een gegeven moment dacht, weet je wat, ik ga gewoon druppel.org registreren, want het is een leuke naam. Dat was dus source code naam geworden. En ik heb die overhandigd aan Dries, zodat hij daarmee zijn ding kon doen. Eigenlijk ons ding kon doen natuurlijk. Mensen hebben wel eens gevraagd, heb je er spijt van? Dan had je een miljoen voor kunnen vragen. Nou, ik had er geen miljoen voor kunnen vragen, nog geen 20 euro, als ik niet had weggegeven. En dat is denk ik ook de kern van open source. Je moet het eerst geven om het te vermenigvuldigen. Ik gaf toen het domein aan Dries. En het paswoord voor DNS, weet ik nog, was have fun with a new domain. Met een uitroepteken aan het eind en een H aan het eind. Dus H, F, uitgespeld zeg maar. En toen hij 2 jaar later vroeg, hij was nog student, Bert, kan je nog een keer betalen? Toen zei hij, oh, en dit is het paswoord voor het registreren, om nog een keer te betalen. En het paswoord was nog precies hetzelfde. Ik hoop dat hij intussen schonere password policy heeft dan andermans passwords niet te veranderen. Een ander beetje uit de categorie useless facts. Vroeger gebruikte, dat zei Sean net ook al, Drupal geen Git, maar CVS. Dat was een soort voorloper van Git. Git is uitgevonden door Linus Torvalds. Omdat hij een onmin was geraakt met degene die toen de repository software maakte. CVS, daar moest je een account voor aanvragen op de site zelf. En die node, dat artikel, heette CVS Application. CVS is ook een farmaceut in Amerika. En een application betekent ook aanvraag. Dus heel veel mensen gingen solliciteren op dat formulier. Terwijl er echt in stond, wat wordt je user ID op druppel.org en dat soort zaken. En we kregen dus echt serieus sollicitaties binnen van mensen die zeiden, ik wil graag farmaceut worden bij jullie. En nou, het was een hele grappige tijd. Drupal heeft altijd erg goed gescoord in de search engines. Even kijken hoor. We gaan nog eens kijken wat we nog meer aan een trivia hebben waar jullie niks van hebben. Behalve dat één ding. Dit zijn natuurlijk allemaal vragen die terugkomen volgend jaar in de pubquiz. Dus nu opnoteren, zoals het in goed Nederlands heet. En dan kun je volgend jaar winnen. De eerste Drupalcon eigenlijk, de eerste met een agenda. Het was officieel de tweede Drupalcon, werd georganiseerd in de Brakke Grond. Die heb ik samen met Dries en Bert Kessel georganiseerd. En de Brakke Grond was een Vlaams café, dat vonden we handig. We deden het tegelijkertijd met de OSCON. De OSCON is een open source conference van O'Reilly, Tim O'Reilly. En wij zaten daar met 40 man. In de OSCON zaten 1000 man in Krasnopolski om de hoek, hartstikke duur. En wij kregen alle grote sprekers, dus Rasmus Leerdorf, de uitvinder of de maker van PHP en de maker van MySQL, die waren bij ons gastspreker. Terwijl wij een congresje hadden van 40 man. Waar Heijn ook was, die straks komt te spreken. En wij hadden de grootste sprekers omdat we een soort piggyback deden bij de OSCON. Nou, dan nog één factoid. We hadden bijna Drupalcon Maastricht gehad. Drupalcon, destijds was er een soort vanuit de gemeenschap beauty contest. Wie de mooiste aanbieding kon doen om de Drupalcon te organiseren. En de keuze was tussen Parijs en Maastricht. En ik zat toen nog in de Drupal Association. Ik heb geleerd dat je nooit voor jezelf mag kiezen. Dus toen de Drupal Association Board ging kiezen over waar het was, Parijs of Maastricht, heb ik mijn stem onthouden. En alle anderen die wel vanuit Parijs waren, voor Parijs waren, hebben het wel voor Parijs gestemd. Als ik niet zo netjes was geweest, dan had Maastricht gewonnen en hadden we dus een Drupalcon Maastricht gehad. Aan de andere kant, hij is 3 keer in Amsterdam geweest en we hebben er niks tekort aan gehad. En we hebben een geweldige Drupal Jam hier, volgend jaar misschien weer in Utrecht. Dus vanaf daar gaan we weer verder. Nou, tot zover de useless factoids waar je niets aan hebt. Behalve dan dat je wel kan winnen volgend jaar met de Drupal pubquiz. Over naar de show.